De Motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis Cusé en Peter Kroon. Aflevering 76 van de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Vanuit het Glazen Huis, midden op de motorbeurs in Utrecht. En we hebben al watertandend rondgelopen hier. Jij ook, hè, Dennis? Ik heb even een rondje gemaakt weer net en even buiten bij het flat track racen geweest. Zag er spectaculair uit. Het grimpt bijna in mijn bakkers. Dus ik heb het overleefd. Maar ik heb mijn creditcard toch nog even in de portemonnee gehouden. Want ik heb een mooie R1 gezien. Lang over gehad. Okay. En ik twijfel een beetje. Wat zou jij doen? Een prachtige R1. Kijk hier helemaal mat zwart met net geen carbon. Maar wel echt mooi zwart. Mooie arrows eronder. Ik krijg nu het fotootje van dit is de ultieme buikschuiver over de natte droom van Dennis. Bouwjaar 2007, 62.000 kilometer gelopen, 5.500 euro. Zou je het doen of niet? De prijs vind ik mooi, maar het aantal kilometers... Vind ik flink. Ja, dat is echt zo'n punt dat je denkt van nu gaan er dingen gebeuren aan zo'n ding. Hè? Ik bedoel, er zou wel eens wat los kunnen gaan zitten. En, Ik twijfel. Ja, misschien leuk voor de bij dan. Ja, voor 5.500 euro. Nou, dan moet er wel een beurskorting af kunnen dan, denk ik. Dan moet je even gaan bespreken. Wat mij ook opviel is echt de dooddoener van de motorbeurs. Ik hoor het in zoveel stands. Die ziet er mooi uit. Kijken mensen naar hem. Die ziet er mooi uit. Ja, wat verwacht je nou? Dat een motor hier vol met modder in een stand staat? Je zou het bijna voor de afwisseling moeten doen. Ja, gewoon die ziet er netjes uit. Ja, wat nou? Ja. Nee, heb jij nog wat gezien? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, dit is het Valhalla van de motorrijder hier. 4 dagen lang, midden in Utrecht. Ik heb natuurlijk weer een fraaie Harley gezien. Ik heb er nu eentje waar het meisje wat minder makkelijk achterop kan. En daar klaagt ze wel eens over. Dus dan denk ik van, misschien moet ik er toch zo eentje met een stoeltje. Begrijp je wat ik bedoel? Is het die prachtige groene die ik heb zien staan? Deze met die mooie sidecovers? Ja, die is ook heel erg fraai. Ja. Maar dat is een eenpersoons. En die is trouwens wel met zo'n luchtsysteem. Hè? Dus je drukt op een knopje en dan stijgt die op. Dat is, goed. Laten we er maar over ophouden. Want ik word helemaal gek van al die mooie nieuwe dingen hier. Trek het vizier maar open. Ja, nee, dat is zonder meer een feit. Hè? De Motorpodcast. Achter het vizier van... Kevin. Daar zitten we. Achter zijn vizier zitten we. Kevin, welkom bij de Motorpodcast. Dank jullie wel, jongens. Dank jullie wel. De eerste vraag die wij eigenlijk altijd aan iedereen stellen is... Waar rij je op? Dat is een antwoord uit twee delen. Vertel. Ik heb het gedaan. Ik heb een GS. Oké. Okay. Nou, hou je in, Peter. Nou, ik zeg het niet meer. Ik ben er vandaag nog een keer op aangesproken. Ik mag niet meer over een GS zeggen dat het de verstandige huisvadermotor is. Dat is maar, het. Dat is het. Jij hebt het nu gedaan, hè? Ik heb het gedaan. Al een poosje, hoor. Dat doe ik voor mijn werk. Dus hij moet het gewoon doen. Precies wat jij zegt. Verstandigheid. Ja. Maar je doet meer dingen. Je bent ook, je rijdt ook hard. En dat is ook. Niet op die GS. Maar ook wel eens hoor. Ook wel eens. Nou ja, goed. Maar je mag het hier toegeven. Nee, echte. Nee, het tweede deel van de antwoord is een Ducati Panigale. Oh, dat is andere. Mooi. Dat is andere koeken. Dat is echt een racer. Dat is echt een racer. Ja. Welke specifiek? Ik had een 1199. Ja. Die is alleen ontploft. Oh. Op het circuit. Op het rechte stuk van Assen. Gelukkig met mij niks aan de hand, maar de motorfiets is natuurlijk wel een beetje klaar. Dus we zijn hem nu aan het ombouwen naar een 899. Oké. En dan heb ik een 1199 frame enzovoort met een 899 blok. Oké. Maar begrijp ik het goed dat jij vrij serieus circuit rijdt? Alles is relatief. Dat klopt. Ik ben veel te oud en veel te langzaam om serieuze prijzen te pakken, maar ik kan op zich wel meekomen. Want wat is je rondetijd te Assen? Ja, we zitten nu in de regen, 2-3. Zoiets. Oké, was de magische 1,52 of zo? Hoe zat het ook alweer? Ja, dat ligt eraan. Ligt eraan in welke klasse en hoeveel. Maar de 52ers in de droog, maar dat moet wel lukken. Doe je heel netjes toch dan? Ja, het is leuk. Alles is relatief. De ene gaat 1,46, de ander 1,36. Dat ligt eraan. Hoe lang rij je al op het circuit? Een jaartje of 3, zoiets. Dat is relatief kort. Dat is zeker relatief kort. Hoe is het gekomen? Passie, pure passie. Ja, ik wilde het altijd al doen. Op een gegeven moment was de mogelijkheid daar. Via Ducati Verduin in Capelle. Ik liep daar binnen, ik had mijn straatduke, had ik daar in onderhoud. En er stond een racertje te koop, een 848'je. En ik ging wel eens met mijn straatducati circuit op. Maar ja, op een gegeven moment, de remmen zijn natuurlijk net niet lekker. Als je een keer een schuivertje maakt, dan is dat toch wel heel zonde. Nou, toen heb ik gewoon de stap gemaakt om een dedicated circuit 848 te kopen. Ja.
Waar is ooit bij jou de motorpassie begonnen? Als klein jongetje al of later? Ja, echt al toen ik amper kon lopen was ik gek op het geluid van Ducati met name. En dat heeft me nooit losgelaten. Nee. Nou kwam jij hier binnen en je zei ik heb een bijzonder verhaal. Want je gaat hard op het circuit, maar het gaat niet zo goed met je hart. Nee, nou ja, maar je goed, kan erom lachen. Ja, je moet wel toch. laten we het vooral lekker gezellig houden. Nee joh, ik ben geboren hartpatiënt. 3 hartoperaties achter de rug. Een vrij grote toen ik 10 was. Aorta-klep eruit gehaald, want die was niet goed. Eigen longslagader-klep bij de aorta. En een menselijke donorklep bij de longslagader. Nu gaat het goed. Ik mag in principe doen wat ik wil. Ik moet natuurlijk wel een beetje op me eten enzovoort. Goede, gezonde levensstijl. Dat moet ik ook, hè? Goed zo. Is ook af te zien. Dank u. Hij is echt aan het minderen met we moeten gezonder eten bij de podcast. En de pizza achteraf is tegenwoordig echt een salade. Dus hij is echt goed op weg. Ja, want bij mijn BMI past een dikke Harley. Hè? Maar goed, ik probeer toch een klein beetje aan. Nou goed, vertel verder. Mijn verhaal is in die zin best uniek. Dat ik wel nog alles kan doen wat ik wil. Wat is het? 1,5 jaar geleden besloot ik dus om geld in te gaan zamelen voor de Hartstichting. Middels een tegenprestatie van formaat. En dat was dan de 5 uur van Assen. Heb ik opgezet. Vorig jaar waren er ontzettend veel leuke sponsors. Zowel zakelijk als particulier. Gasten die op de Kuip stonden met hun logo's. Dat was echt ontzettend vet. Het enige wat een beetje jammer was. We hebben meer dan 10.000 euro heb ik opgehaald in 3 maanden tijd. Dus dat was hartstikke leuk. Alleen de 5 uurs ging wat minder, want in het derde rondje van de 5 uurs race kwam ik de GT uit in z'n 2, toen ging ik naar z'n 3, toen ging ik naar z'n 4 en toen was het einde verhaal, toen ontplofte de blok dus. Hoe kan een blok nou zomaar ontploffen? Ik bedoel, dan moet je toch wel of heel idioot doen of hij is heel slecht onderhouden. Italiaanse degelijkheid. Nee, ja, goed kijk. Italiaanse degelijkheid, ja. Zoals ik al zei, alles is relatief en als je dat ding zo lang zo hard op zijn kloten geeft. Je kan onderhoud doen wat je wil, maar of het nou een Yamaha is of een KTM of een nou ja, Harley komt niet echt op een circuit dan, maar de racemotoren, alles gaat op een gegeven moment kapot. En dit is gewoon ja, metaalmoeheid. Kijk, ik ben een particulier en ik doe het op mijn eigen particuliere budget. En ik heb geen geld om, net zoals Zeelenbergse team, na elke sessie het blok opnieuw te bouwen met nieuwe drijfstangen erin. Dus het is kiezen of delen, dus je onderhoudt hem zoveel als dat je kan. En je vervangt alles wat je wil. Maar ja, als mijn drijfstangen, die dus zijn gebroken destijds, schijnbaar. Als ik die zou moeten vervangen, dan ben ik per dag 2000 euro kwijt aan drijfstangen. Ja, daar is niet tegenop te budgetteren. Nee. Even heel kort tussendoor, want ik weet niet of iedereen de 5 uur van Assen kent. Wat behelst de 5 uur van Assen? Dat klinkt vrij logisch, maar even. Goed dat je dat zegt. Niet iedereen weet dat. Inderdaad. De 5 uur van Assen is eigenlijk een vrij korte endurance race. Je rijdt dat in teamverband. Het is ook met een Le Mans start, dus de motorfietsen staan aan de andere kant van het circuit. Dat is gek. Juist. Dat is echt bizar. En dan ren je daar naartoe, dat heb ik dus dit jaar gedaan, of eigenlijk vorig jaar al. Ik stond daar, helmpje op, viziertje dicht, noem maar op, pak je aan. En dan ren je dus naar de fiets, je start hem en dan rij je met z'n 56 rij je de haar op. En dan is het echt ellebogenwerk en noem maar op. En dan je rijdt stint, dus je motorfiets kan, ja weet ik het wat, 20 minuten rijden. Ik noem even wat, zoveel rondjes, zoveel verbruik. Dan, je hebt 1 transponder per team. Die klittenbanden wij vast aan de tank. Dus er is er maar 1. Ik kom de pits in, als mijn motorfiets het doet. Ik kom de pits in. De volgende staat klaar, want ik geef aan dat ik naar binnen kom. De volgende staat klaar uit de bandenwarmers. Alles erop en eraan. De transponder gaat eraf op zijn fiets. En hij gaat de stint rijden. En dan zit je met 3 man in een team, 4 man in een team. Zoiets. En dat dan 5 uur lang. Nou, dat is best pittig. En zeker ook als je er, dat lijkt mij het allerzwaarste, er naartoe moet rennen. En hem dan moet, je hoeft hem niet aan te duwen. Is inmiddels een startmotor. Nee. Ik weet niet of jij een 1199 ooit hebt geprobeerd aan te duwen, maar dat is best een dingetje. En ik weeg ook geen donder, dus dat gaat hem helemaal niet worden. Nee, het is gewoon een elektronische start en knallen, ja. Oké. Okay. Je hoopt geld op te halen, wat is je doel? Ja, jeetje, zoveel mogelijk. Kijk, ik heb besloten om dit jaar dus weer te doen. Ik moest wel eventjes de fondsen bij elkaar zien te krijgen om dat ding dus om te bouwen. Dat is natuurlijk ook niet vanzelfsprekend. Ik word daar gelukkig bij geholpen door Ducati Verduin ook. Zij ondersteunen mij daarin. En ja, ik dacht, ja, het is een mooi verhaal, weet je. We gaan hem gewoon nog een keer proberen en dan gaan we hem wel uitrijden. En een doel, ja, vorig jaar had ik hem op 10.000 euro.
laten we hem weer op 10.000 euro zetten, 5.000. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit als het maar onder de aandacht komt. Als het maar eventjes een realisatiemomentje is dat het niet allemaal vanzelfsprekend is. En als iemand dit hoort vorig jaar bijvoorbeeld, wat echt het hoogtepunt was van het jaar. Via de Hartstichting was ik met een pa in contact gekomen van een gastje van een jaar of 11. Had al meerdere hartoperaties gehad en hij was helemaal gek op motorsport. Dus we hebben gezorgd dat hij naar Assen kwam, kreeg een rondleiding, kon op de Panigale zitten en startte. T-shirtje van Verduin, petje van Pirelli. Ja, daar doe je het voor. Dat is gewoon te gek. Ja. Hey, maar is het zo verschrikkelijk hard nodig dat jij geld ophaalt voor de Hartstichting? Want je zou zeggen, ja, dit is toch eigenlijk een overheidstaak, hè? Goede gezondheidszorg. Daar hoeven we toch niet nog een extra rondje voor op het circuit te rijden? Ik zie dat wel anders. Als je naar de cijfers kijkt, 1 op de 15 volwassenen die komt te overlijden aan een hartkwaal. Dus dat zijn er echt veel. En dat zijn mannen en vrouwen. Als je kijkt naar de cijfers met de kids, is het eigenlijk nog schrikbarender. Want tot 14, 15 jaar oud is het doodsoorzaak nummer 1. Dus kijk, of het nou een overheidstaak is of niet, kan me niet boeien. Ik gewoon geld, extra bewustwordingscampagne juist, eigenlijk. En het is natuurlijk ook, wat dit een beetje doet, is... kijk, zo'n pa die daar is op Assen, die ziet mij en die denkt, nou, dat is gewoon lekker. Want mijn jochie hoeft dus niet beperkt te zijn. Dat jochie, dat ziet mij en die denkt... Weet je wat? Ja, wil ik ook. Ik ga later ook een kaart rijden. Ja. Nou, bijvoorbeeld. Dat je, dus ja. Je, ja, een stukje bewustzijn, een stukje fondsenwerving. Ja, fondsenwerving is één van de onderdelen. Ja. Alleen ik moet er altijd de nadruk op leggen, want het gaat natuurlijk niet vanzelf. Mensen geld uit hun broekzak lullen is... Nou, maar dit is wel een heel mooi doel. Het heeft ook nog eens een keer met motorrijden te maken. Je doet het vanuit je passie. Dus elke euro voor onderzoek naar hartfalen is er volgens mij. Blijf vooral luisteren, want we gaan zo meteen vertellen hoe je kunt doneren. Nou kan ik me voorstellen, want ik denk dat zelf dat er nu ook luisteraars zitten te luisteren. Die zeggen van ja, hartpatiënt en toch, wat is het, hartslag 160 op zo'n duke als je over de Geert Timmer rijdt. Is dat wel gezond? Ja, jeetje. Laat ik het zo zeggen. Ik ben onder controle bij mijn cardioloog in het LOMC al heel mijn leven. En zij kent mij vrij goed. En zij heeft me wel wat dingen gezegd die ik niet mag doen. Zoals? Wat mag je niet doen op de motor? Op de motor mag ik in principe alles. Oh, ik waarschijnlijk alleen, niet over de 300 of zo. Ik noem ja, juist meer. Hoe sneller hoe beter, jongens. Nee. Je moet het zo zien. Je hebt twee manieren waarop je hart heel erg belast kan worden. Je hebt piekspanning, dus kracht. En je hebt snelheid, en dat is dus slecht maar cardio. Als ik wil, kan ik een marathon lopen, geen enkel probleem. Als die hartslag omhoog gaat, geen enkel probleem. Sterker nog, is het best goed voor me, gaat het bloed door mijn lijf, houdt het gezond, noem maar op. Piekspanning, dus kracht, echt gewicht heffen enzovoorts, dan komt er zoveel spanning op die aorta te staan, dan kan die scheuren en dan is het einde verhaal. Dus voor mij, sportschool is ook af te zien natuurlijk, die bezoek ik niet zo vaak. Nee, maar ik ben een klein van stuk. En, dus echt krachtdingen is geen goed idee, voor de rest mag ik in principe alles. En 24 uur van Le Mans, of wat is het, een 24 uur race, of dat kan dus ook. Jongen, als ik de loterij win, ben ik de eerste die aan de startlijn staat, hoor. Ja. Hey, maar staat er voor jou nog een operatie dan nu gepland? Nog niet in de planning, maar hij zit er wel aan te komen. Okay. Ja. En hoe ben je daaronder? Ja, wat moet gebeuren. Maar techniek staat van niks tegenwoordig. Nou dus, kijk, het is geweldig wat die mensen allemaal kunnen. Ja. Het is onvoorstelbaar. En het klinkt misschien gek, maar ik heb altijd alleen maar positieve ervaringen gehad. Want ik ben blij dat ze het hebben gedaan, anders was ik er nu misschien niet geweest. Zo zie ik het. Ik probeer het altijd van de... En ieder huis heeft je kruisje. Dit is mijn ding, de ander heeft dit, de ander heeft dat. Weet je. Ja, maar ik vind het wel mooi dat je, nogmaals, die combi met passie met motoren gewoon gaat. Je haalt er het optimale uit. Gewoon een fucking mooie race op Assen neerzetten. Ja, dat is toch mooi? En dan daarmee geld ophalen voor het goede doel. Nou, de mes snijdt aan wel 16 kanten, denk ik. Ik wil net zeggen, win-win-win. Ja, absoluut. Nou, als je nu zit te luisteren en je wilt geld overmaken, waar moet je dan naartoe? Dan moet je... Naar. Je moet niks, maar als je wilt. Als je het wilt, dan moet je. Nee. Als je gewoon naar Google gaat en je doet Kevin en dan Hartstichting Motor. Eerste hit is mijn donatiepagina. Daar kun je met je Ideal, wat dan ook. Er staat ook een QR-code in de Strada van Ducati Club. Die kan je scannen, kom je gelijk op mijn pagina. Mocht je nou ondernemer zijn met, let op hè, hart voor de zaak. Goed gevonden, Ja, precies. Nou ja, ik heb dus een Instagram pagina, daar hou ik ook allerlei dingen bij natuurlijk. Dat is Hartstichting met DT, dus @Hartstichting. Daar kan iedereen me vinden, daar ben ik te bereiken. Als je een leuk idee hebt of je wil met je zoontje komen kijken of met je dochtertje of zelf, maakt allemaal niet uit, alles kan.
Verzin een leuke manier waarop je Kevin kan steunen. Kom kijken, kom doneren. Van 1 euro tot 1 miljoen, alles is welkom. @Hartstichting met DT op Instagram. We zullen de link ook nog even in de show notes zetten. Dan weten mensen je helemaal te vinden. Te gek. Ik wens je heel veel succes bij die 5 uur. Ik wens je ook heel veel succes bij die start. Want die start vind ik echt, wie dat ooit bedacht heeft. Ik denk, ga gewoon bij die startlijn staan. Of weet het, op de stands. Ja, maar, ja. Maar goed, het hoort erbij. Ja, zeker. En ik vind het er altijd een beetje slapstick uitzien. Maar er gaat ook altijd dingen fout. Maar het hoort erbij. Dus heel veel succes op Assen. En tof dat je verhaal even wilde delen. Dankjewel jongens. Bedankt dat ik hier even mijn verhaal mag doen. De Motorpodcast. Zoveel mensen, zoveel verhalen. De tweede beursdag in een overvolle motorbeurs. Utrecht was echt bomvol en het loopt bijna ten einde. Maar wij treffen hier nog een vervent motorrijder. Welkom bij de Motorpodcast. Stel jezelf eens voor, wie hebben we achter de microfoon? Ik ben Tony Scholten. Tony Scholten, de eerste vraag die wij altijd stellen in de Motorpodcast, dat is de meest belangrijke vraag. Waar rij je op? Ik rij op een motorfiets waar de Amerikanen op stonden te wachten met Smart. Oh. Ja. Ja, hebben we het dan over een Harley? Harley? Oeh, ja, daar stonden de Amerikanen. Dat is toch Amerikaans en daar wachten ze op, of niet? Nee, ja, op een goede Harley. Hebben ze wel heel lang op moeten wachten. Ja. Wrijf het er maar even in. Ja. De Amerikanen stonden met Smart te wachten. Er zijn zelfs filmpjes van. Op de eerste container uit Duitsland. BMW, de K100. Oh. De rijdende baksteen. En, niet bekend? Nee, dit verhaal is mij niet bekend. Nee, het verhaal niet, maar de reden in de baksteen zeggen jullie ook niet. Vertel, een motor die niet vooruit te krijgen is. Nee, de blok is heel vierkant. Ja. Oh, en daarom noemen ze hem de baksteen. Ja, de reden in de baksteen. En die Amerikanen die hadden natuurlijk hele nare ervaringen met Harley Davidson. En die zaten echt met Smart, dat zie je ook op een filmpje. Dat schip komt de haven binnen daar in New York. En die zou me bijna uit de container hebben getrokken. En die ging als broodjes over de toonbank daar in Amerika. Oh. En dat vond ik wel zo aandoenlijk. Daar heb ik ook zo'n K100 gekocht. En hoe lang heb je hem al in de garage staan? Nee. Oh. Ik rijd er regelmatig mee. Nee, maar dat bedoel ik, hoe lang rijdt hij al? Hoe lang heb je hem al? Die is van 1987. Dat is echt een oudje met respect, een oudje. Ja. Toch? Ja. Maar hij staat erbij als nieuw. Ja? Onze oudste zoon heeft hem helemaal uit elkaar gehaald. En dan denk ik, oh mijn god, dat wordt nooit niks meer. Hele garage vol met boutjes, moertjes en ringetjes. Maar hij is nog beter als nieuw. Hij wordt elke keer beter. Ja, serieus waar. Hij rijdt als een zonnetje. Wat betekent motorpassie? Want we maken een podcast over de passie voor motoren. Wat betekent motorpassie voor jou? Ja, de vrijheid. Mm. De vrijheid en de bewegelijkheid. En waar je in een auto dus natuurlijk een hele hoop regelgeving voor de motorfiets ook, maar een motorfiets heb je toch nog een beetje het gevoel dat je iets ondeugender kunt zijn als met een auto. Ondeugender als in? In de positieve zin. Ja, okay. Maar dat ondeugend zijn op de motor, volgens mij heb je ook beroepshalve op een BMW gezeten. Ja, 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 en om juist die ondeugende lui eruit te pikken. Dat heb klopt. Ik het goed? Ja, dat klopt. Hebben we nou weer een agent achter de microfoon? Dat was wel heel lang geleden. Dat is de vorige eeuw geweest. Nou ja, maar dat klopt, ja. Daar heb ik hele leuke herinneringen aan. Nou, vertel, wat is een mooie herinnering van een motoragent? Nou, dan praat ik, ik denk over de jaren 80. De jaren 80 gingen we s'nachts met een inmiddels collega die er niet meer is. Gingen we s'nachts met een motorfiets op surveillance. En dat betekende dat je ergens in het centrum staat, s'nachts. Dan hoor je op kilometers afstand van als iemand staat te hoesten. Dus ook als er ingebroken werd of vernielingen werden gepleegd. En dat ging 14 dagen zo goed dat ze zeggen van dat wordt een gevaarlijk. Laat me niet meer doen s'nachts met de motor. Want de recherche en alle andere clubs die trachten, die dat over moesten pakken overdag, die konden er eigenlijk helemaal niet meer aan. Oké. Dat klinkt misschien heel een beetje tegenstrijdig, maar dat was eigenlijk wel de reden. Want die pakt iedereen. Tegenwoordig hebben ze al met fietsen en zo. Kom trouwens ietsje dichter bij de microfoon. Lekker knusjes, want dan kunnen we je beter verstaan. Net als vroeger met de walkie-talkie van de politie. Hè? Lekker dichterbij. HB, nee, ja. HB of een roepen maar. De HB. Ja, dat was het toch? Ja. HB, HB. OC. Nee, HB, toch? HB. HB. Nog steeds. Ik heb ook een aantal jaar in het Haagse gewerkt.
En dat was inderdaad, ja, HB. De 202 of de 203 of de 0017, ja. Dat weet je goed. Ja, ik had zo'n scanner. En ik luisterde eindeloos vaak naar de politie. En dus HB is hoofdbureau natuurlijk. Ja, ja. En Welke is dat? Die nummers weet ik niet meer uit mijn hoofd. Nee, maar waar je naar luisterde, welke omgeving was dat? Omgeving Het Gooi, Hilversum. Hilversum, ja. Ja. Maar ik, ja, dat klopt inderdaad, ja. HB, hoofdbureau. Is de K100 is niet je eerste motor geweest? Nee, ik heb een diverse motoren gehad, maar een Moto Guzzi, de V65 en een Benelli. Oh, ja, wel echt een merkhopper dus. Nou, BMW was eigenlijk wel het merk, maar ik heb er wel allerlei dingen omheen gehad, ja. Maar vond ik altijd leuk. Maar zelfs een vouw een motortje van volgens mij van Moto Marini. Een vouwmotortje? Ja, maar dat is... Wat is dat? Dat is lang geleden. Dat is eind jaren 70 geweest of zo. Weet ik niet meer. Ja, dat was een vouwmotortje. Die kon je mooi inklappen, die kon je zo meenemen. Een vouwfiets, dat ken ik wel. Maar een vouwmotor, dat is voor mij ook nieuw, hoor. Ja, ja, maar jullie zien er ook eigenlijk heel jong uit. Dankjewel. na 4 dagen motorbeurs kan je er 10 jaar mee optellen, hoor. Maar... Nee, maar dat had ik vroeger natuurlijk ook om mensen die verhalen vertelden. Hè? Waar had je nou dan over? Maar dat is het leuke met die rode baks in. Peter, die wist het nog. Ja. Dat is wel leuk, ja. Dat zijn van die verhalen. Ja, dat speelde toen, hè. Harley Davidson, daar waren ze helemaal klaar mee. Was een en al rampen, sleutelen. Maar wacht BMW even. Was betrouwbaar. Heeft de Nederlandse politie, die heeft toch nooit op een Harley gereden, of wel? Dat weet ik niet, want toen had je gemeentepolitiekorpsen en iedere korps die bepaalde zelf waar ze mee gingen rijden. Honda, BMW, het zou best kunnen, de Harley ergens gereden heeft in Amsterdam of zo, ik weet het niet. Okay. Den Haag reed in ieder geval met Mercedes. Mercedes, ja, auto's. Ambassadestad, hè. Ja, maar dat was alleen met een auto natuurlijk. Jawel, dat klopt, inderdaad, maar volgens mij reed hij het goedkoopst van heel Nederland. Dat moet je even verklaren. Nou, die kochten ze natuurlijk goed in. Mercedes was er natuurlijk heel enthousiast over. En die reden een ton, anderhalve ton maximaal. En dan gingen ze de markt in. Dus de aanschaf en de restwaarde, dat was gigantisch. Dus die reden waarschijnlijk het goedkoopste van heel Nederland als gemeentekorps. Ja. Nou, even terug naar de politie en de politiemotoren. Dat is natuurlijk BMW, hè? Wat was het ook alweer? De K1600. Lange tijd van BMW, of heb je dat dan niet meer meegemaakt als politieagent? Ja, ik weet nog wel de R75 en de R80 bij de Rijkspolitie, die mooie zwarte motorfietsen. Maar bij de politie, ja, er waren verschillende modellen. Afhankelijk van de dealer die in de buurt woonde van de grote stad waar gemeentepolitie was. Ja. Weet je wat ik nou altijd afvraag, hè, van de motoragent? Hè? Vroeg of laat moet je ook een keer andere motoren aanhouden. Dat moet toch iets met je doen als liefhebber van de motorfiets? Of heb je dan zoiets van, nou, ik hou een motorrijder staande en dan ben je dan coulanter als motoragent? Dat wil ik eigenlijk vragen. Nou, ik ben altijd veel te coulant geweest, daarom ben ik ook heel vroeg weggegaan. Oké, okay, dus... Dat speelde bij mij niet. Ik heb daar nooit... Kijk, je zit in een vak waar je mijn macht... ter beschikking heb gekregen om uit te oefenen, maar daar moet je op een goede manier mee omgaan en dan is het een prachtig vak, maar tegenwoordig wordt het alleen maar lastig voor de mensen op straat. Die moeten de klappen opvangen en die worden van alle kanten bekritiseerd en aangevallen en gefilmd. En er is geen ene overheid meer die zegt van dat zijn onze jongens die zorgen voor onze veiligheid. Het wordt maar een beetje te grappig gegooid. Ik ben blij dat ik al heel lang weg ben, maar ik heb nog steeds respect voor de jongens op straat. Ja, absoluut, absoluut. Als ze gewoon met respect motorrijders behandelen, gewoon terugzwaaien. Hè? Dat zijn wij dan, dat motto hebben wij, zwaaien en terugzwaaien. Ja, maar ik denk dat dat ook zo hoort, ja, dat je elkaar in die zin alleen maar kunt helpen. En, een vriendelijk mens kan overal terecht. Dus ja. Zo is het. Even terug naar de BMW K100. Hè? Hoeveel kilometer per jaar komt erbij, zo gemiddeld? 150 kilometer. Oh, zo zuinig ben je erop. Echt op hele mooie zonnefeestdagen. Nee, dat is een grapje. Nee, dat ligt eraan. Afhankelijk van de tochten. We hebben nog wat tochten in het vooruitzicht. En naar Duitsland en naar de Eifel en een keer naar Frankrijk. En volgend jaar, als we mogen blijven, dan willen we naar Amerika toe.
een route pakken daar. Maar dat betekent een hoop voorbereiding, transport. Ja, maar tegenwoordig gaat het allemaal zo makkelijk. Oh, ja. Wat was het mooiste, het meest memorabele motormoment dat je met de K100 hebt meegemaakt? Nee, oh, er gaan er heel veel momenten door je gedachten zien. Ook heel veel leuke, hoor ik. Ja, verschillende. Pik er één uit. Ja, maar dat was niet met de K100. Dat was in Den Haag. Daar kregen we motorgymnastiek. Dat was toen allemaal nog heel belangrijk, hè, dat je voor op de koplamp zit en erachter hangen, ernaast hangen. Motorgymnastiek, ja. Je moest daar afrijden om met een motor te mogen rijden. Dus dat was allemaal goed geregeld in die tijd. Ik weet trouwens niet hoe het nu is. En toen was er een collega die kwam met de surveillanceauto langs en die dronk bij ons een bakje koffie, hadden even pauze. Het was in Scheveningen ergens boven op een bult. En we zeiden tegen hem, zijn voornaam was Randy, zijn achternaam niet meer noemen. En die zei, ja, dat is iets voor jou, joh, met die motor rijden. En er lagen van zulke grote blokken beton. Ja, groot, meter bij een meter. Dat geeft u ongeveer en aan. Een ton zwaar en ertussendoor allemaal openingen. En die ging op die motor zitten en die gaf schoot weg tussen die blokken door. Maar die ging te luid naar beneden toe. Dus nou ja, de instructeur, je kent het allemaal wel, dat was helemaal in paniek, het ging erop. De afloop zal ik maar niet vertellen, maar het was in ieder geval heel hilarisch. Vertel me wel, wat is er toen gebeurd? Nee, goed rechtgekomen, goed afgelopen, laten we het daarop houden. Ja, het is allemaal goed afgelopen, ja. De motor iets minder, maar de persoon in kwestie wel, ja. Okay. En privé het mooiste moment? Met zoons, want je komt, je hebt echt een motorfamilie, dus jullie gaan vaak samen op pad. Dan moeten er mooie momenten zijn, denk ik. Ja, prachtige tochten hebben we gereden. De ene voorop en dan de andere voorop. Ja, geweldig als je een rustige, mooie tochtje kan maken binnendoor. We zitten vlak aan de Duitse grens. Een geweldig mooi gebied om te rijden. Maar wel rustig en ontspannen. Niet geen buikschuivers. Allemaal lekker ontspannen en genieten van de omgeving. En van de motor. Zo is het. Hè. Daar is de passie voor motoren toch. Dat bindt ons gezellig. Ja. Genieten van de vrijheid, van het mooie weer of het slechte weer. Hij houdt van rijden in de regen. Maar, ik kan er tegen. Ik heb het ook gedaan natuurlijk. Maar jullie hadden me betaald voor 10 minuten. Maar volgens mij zit het wel een half uur. Ze moeten door. We zitten op 12 minuten. Maar het moet door. Heel veel plezier als jullie naar Amerika gaan. Ja. Maar ook met al die andere tochten in de buurt van de Duitse grens. Geniet ervan en ga nog lang daarmee door. En jullie veel succes met het programma. Oké, dankjewel. De Motorpodcast. Einde van aflevering 76 alweer van de Motorpodcast. En ook einde van dag 2 van de Motorbeurs. En wij zitten hier nog steeds in ons glazen huis. Want we hebben weer een hoop mooie verhalen opgenomen. Er zijn heel veel luisteraars van de Motorpodcast langs geweest. Dat is leuk om te horen. Ook heel veel op de foto geweest. Dat is ook weer nieuw voor ons. Met de fans van de Motorpodcast. Heel veel mooie verhalen opgenomen. En ik vond het verhaal van Kevin, de hartpatiënt die gaat rijden op Assen, wel heel mooi om geld in te zamelen voor de Hartstichting. Als je hem wil sponsoren, ga even naar Instagram Hartstichting met DT. Want daar kan elke euro goed gebruiken. Hard rijden. Hard rijden, ja. Dus ik vind het wel mooi dat iemand zijn passie inzet om iets goeds te doen voor de Hartstichting in dit geval. Ja, vond ik ook een mooi verhaal. Maar ook uiteraard onze motoragent net nog eventjes. Ja. Onze oud-motoragent met ook weer mooie verhalen over oude motorfietsen, over nieuwe reizen die hij nog gaat maken. Het is een en al motorpassie wat je bij ons hoort in de Motorpodcast en hier op Motorbeurs Utrecht. Ik wil nog wel, voor we echt gaan afsluiten, mensen oproepen. Ga eventjes naar de social van de Motorpodcast. Want ik ben wel benieuwd wat jullie nou vinden van die R1 die ik heb zien staan. €5500 voor 62.000 kilometer uit 2007. Ik vind hem er heel mooi uitzien, maar de luisteraars moeten maar even meebeslissen of ik hem eventueel zou moeten kopen of niet. Hè. Eventueel, let op, want ik heb geen €5500 liggen. Maar ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Als je het doet hier, als je hem gaat kopen hier op de beurs, dan maak je natuurlijk kans op dat je die aanschafwaarde, of tenminste die, €5500, dat je die gewoon terugkrijgt. Dus
ik zou bijna zeggen, Dennis, waar gok je? Doe het maar gewoon. Nou, ik ga er eerst nog maar een biertje op drinken, denk ik, op een succesvolle tweede dag op Motorbus Utrecht. Fijn dat je weer hebt geluisterd naar een nieuwe aflevering van de Motorpodcast. We zijn er zo'n beetje elke twee weken, maar nu tijdens de Motorbeurs extra vaak. Gaat het nog met de stem? Het gaat nog wel met de stem, maar we moeten nog twee dagen. Er moet wat meer bier in en misschien wat meer whisky. Op naar morgen, de derde dag van Motorbeurs Utrecht. Is het nou de eerste keer dat je luistert? Abonneer je dan, want dan krijg je automatisch de volgende aflevering. Hey, en over whisky gesproken, we hebben net nog even een fles gekregen, whisky, van Jessica en Maarten van Winding Wheels. Hartstikke mooi, misschien gaat dat de stem een beetje helpen. Ja, ik denk dat je even moet smeren met whisky. Nou, wie zal het zeggen? Zoiets. Morgen weer een beursdag, maar blijf ook gewoon de Motorpodcast volgen, want hier gaan we gewoon mee door. Absoluut. De Motorpodcast.nl, daar vind je alle afleveringen. En natuurlijk vind je ook op de socials Instagram en Facebook de Motorpodcast. De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast-app.